Niet genoeg vrouwen maken deel uit van informatie- en communicatietechnologie, ICT, gebeuren in Suriname. Dit zegt Warsha Sonay, voorzitter van de ICT-associatie Suriname, aan onze nieuwsdienst. Vandaag is het International Girls and ICT Day. Op deze werelddag wordt er stilgestaan bij het motiveren van vrouwen en meisjes om ook binnen de ICT-branche te werken. De ICT-sector wordt vaak gezien als een sector voor mannen en computernerds. Maar dat is al lang achterhaald. In de ICT-branche heb je ook veel vrouwelijke professionals. Daarnaast bestaat de branche niet alleen uit mensen die programmeren, netwerken aanleggen en gamen. Maar is de ICT-sector heel breed. Je kan ook projectmanager worden of finance controller, designer, data scientist of noem maar op. We proberen op de Girls in ICT Day dan ook deze bewustwording te vergroten. Jaarlijks wordt de Girls in ICT Day ook in Suriname gevierd. We doen dat in samenwerking met de Telecomautoriteit Suriname. En onze leden die verzorgen dan een aantal trainingen, geven demonstraties, houden open dagen en of laten voorbeelden zien van de beroepen die vrouwen in de ICT-sector kunnen bekleden. Sonay zegt verder dat er een tekort is aan personeel in de ICT-sector. Er mogen echt meer vrouwen in dit beroep, ook omdat veel bedrijven zich richten op digitalisatie. Waarom we ons zo nadrukkelijk op vrouwen richten, heeft te maken met twee zaken. Ten eerste, er is een gigantisch tekort aan personeel waardoor je uit de grotere verzameling wil kiezen. Dus niet alleen maar uit de mannen, maar uit mannen en vrouwen. En ten tweede, omdat er meer diversiteit de kwaliteit van je team verbetert. Een divers team presteert beter. Meer vrouwen, maar ook meer andersoortige diversiteit, zorgt dus voor slimmere teams en succesvolle organisaties. En dat zorgt dan op haar beurt dan weer voor een succesvolle sector. Sonay stelt dat het ook heel aantrekkelijk is voor vrouwen om deel uit te maken van deze sector, vanwege de goede salarissen en de mogelijkheden om snel verder te groeien en carrière te maken.